voor het eerst als trainer in de Kuip met Feyenoord. De jarige Jaap Stam in het volgende deel van de oefencampagne naar Oostenrijk. Nu dus in Rotterdam tegen Panathinaikos. En die Grieken die beginnen uitstekend aan deze wedstrijd. Eerst de beste aanval van de nummer 8 van vorig seizoen in Griekenland. Komt hier bij Gatsiovannis. Die legt een pan klaar voor Federico Makeda. Ooit wonderkind van Manchester United. Maar via allerlei omwegen nu in Athene uitgekomen. En dat is geen fijne start voor Feyenoord en de jarige trainer. Feyenoord dat echt wel goede fases heeft in deze wedstrijd. En ook kansen krijgt. Onder meer met Berghuis. De man om wie veel te doen is. De laatste dagen en weken gaat misschien wel naar PSV. Zijn poging gestuit door doelman Diudis. Ook nog op de avond dat algemeen directeur Jan de Jong vertrok. Kortom, het is onrustig in Rotterdam-Zuid. En dan helpt deze bal van Berghuis niet mee in deze wedstrijd. In een fase waarin Feyenoord aandringt. De overname via Gatsi Theodoridis. Die geeft hem aan Gatsiovannis. Vermeer keert. Maar de bal wordt binnengekopt door Bouzoukis. En zo staat het halverwege de eerste helft. 2-0 voor Panathinaikos. Hier gaat het mis bij de kaats van Berghuis. Gatsi Theodoridis doet dit uitstekend. Blijft op de been. En dan zijn er te veel mensen van Feyenoord voor de bal. Is het geen buitenspel van Gatsiovannis. Doet Vermeer wat hij kan. Maar in tweede instantie hij en Malasia kansloos. Op die kopbal van Bouzoukis. Liam Kelly, de enige nieuweling in de basis bij Feyenoord. Waar nog wel wat vaste kracht ontbreken. Wel Berghuis natuurlijk weer gevaarlijk. Prima aanname met de borst. En dan zit het ook niet mee met een bal op de lat. Berghuis in de tweede helft dan met de hoekschop. Niet lekker geraakt door Botteguin. En dan komt er weer een uitbraak van Panathinaikos. Uiteindelijk voordeel voor Feyenoord. Handig gedaan door Azarkan. Een van de invallers inmiddels bij Feyenoord. En dan wil Feyenoord hier eigenlijk een strafschop. Als Kukçu lichtjes wordt vastgehouden. Scheidsrechter Kevin Blom laat het gaan. Dan gaat Malasia onder de bal door. En is hier Emanuelidis. Die denkt aan een schot. En die bal die komt uit bij de ingevallen spits Vergos. Ooit nog van de grote rivaal Olympiakos. Maar nu zorgt hij voor de 0-3. Net niet lekker getimed door Malasia. Het is een fase waarin Feyenoord echt recht heeft op een doelpunt. Maar hij valt niet voor het eerst in deze wedstrijd aan de andere kant. En dus een vervelende avond voor de jarige Stam.